Goedemiddag allemaal. Ja, de microfoon gaat langzaam maar zeker aan. Welkom hier. Kijk aan, meneer Burghardt. Welkom ook om dit verhaal te volgen. Mensen van school, ik neem aan dat jullie nog op school zitten. Mooi achter in de klas, zo hoort het. Zo ging ik vroeger ook altijd zitten. Dat is helemaal fijn. Fijn dat jullie hier zijn. Mijn naam is Rart Metz. Ik werk bij Koninklijke Metaalunie. Bij Technow. Technow is de technisch dienstverlener van Metaalunie. Metaalunie is de werkgeversorganisatie voor het MKB van de metaal. We hebben 15.000 bedrijven die lid zijn bij ons. En ja, voor hen doen we allerlei zaken. Een stukje dienstverlening, een stukje belangenbehartiging, cao's afsluiten. En die dienstverlening betreft zich ook tot techniek en nieuwe technologie. Zoals smart industrie, automatisering, robotisering en dat soort zaken meer. En waar ik nu een verhaal over ga vertellen, dat is over de productconfigurator. Of wat men een chic woord ook wel heet van configure to order of engineering to order naar configure to order. Dat wil zeggen, je gaat niet meer dingen iedere keer opnieuw bedenken. Je gaat proberen uit modules, kleine modules, een product samen te stellen. Zodat je iedere keer weer een ander product kan maken met dezelfde modules. Dus daar gaan we het over hebben. Dit was een beetje de inleiding. En dat is waar deze lezing over gaat. Ik neem niet aan dat er nu al vragen zijn. Dat zou mooi zijn. Dit is een hele mooie volzin waar het over gaat. En we kennen het allemaal. We hebben er allemaal mee gewerkt. Op de een of andere manier toen we op school aan het spelen waren. Maar je kan ook eigenlijk ieder product kan je gewoon op basis van een aantal standaardcomponenten kan je samenstellen naar een nieuw product. Heel vaak krijgen wij te horen van bedrijven, ja, bij ons is alles maatwerk. Ja, dat is natuurlijk zo. In heel veel gevallen is dat ook zo. Maar toch kan je met een hele hoop standaardproducten dingen gewoon samenstellen. Dat je iedere keer een maatwerkproduct krijgt, terwijl je gewoon uitgaat van standaardcomponenten. Nou, zoals ik al zei, veel mensen hebben daar natuurlijk al lang een keer mee te maken gehad. Ik weet niet of mensen nog Meccano kennen. Maar hier heb je ook standaardcomponenten die je gebruikt. En vervolgens maak je daar verschillende dingen van. De componenten zijn iedere keer allemaal hetzelfde. Nou, deze is uit een nog oudere doos. Ik weet niet of er nog mensen zijn met dezelfde kleur haar als ik die daar wel eens mee hebben gewerkt. Of heb je een vraag? Oh ja, echt waar. Oké. Okay. Nou, geweldig. Maar deze is wat meer bekend en nog steeds heel erg populair. Eigenlijk wat je doet, en daarom heet het een productconfigurator. Je configureert een product op basis van een aantal parameters. He, dus je hebt een lengte, een pijp, een buis, een stuk staal of wat dan ook. En dat ga je langzaam maar zeker configureren naar een product. Ik had deze op een wat grotere schaal gezet en eigenlijk kan je dat ook op dezelfde manier zien. Alhoewel ik denk dat hier wel wat maatwerkproducten aan zijn toegevoegd. Maar al die kleine elementen die erin zitten, waarschijnlijk allemaal dezelfde buismaat. En dat is natuurlijk ook logisch, want het is goedkoop en makkelijk verwerken. Die basisbouwstenen, die ga je dus toevoegen naar een fysiek product, een offertetekst. Je kan allerlei manieren kan je dingen samenvoegen. We kennen ook allemaal een beetje het samenvoegen in Word en dat soort zaken meer. Daar kan je natuurlijk gewoon ja, eigenlijk mee fantaseren tot je, zo haast zeggen, tot je een ons weegt. Dit voorbeeld dat komt dadelijk terug. Dat is uit de kozijnenfabriek, waarbij je natuurlijk niks anders doet dan rechthoeken maken uit basis van een standaard profiel. Ik zal even te kijken waar we zijn. Het is dus voordeel wat je tegenwoordig kan doen met smart industry is dat je het niet alleen maar zelf in je hoofd moet samenstellen, maar dat je de computer het werk kan laten doen. He, dus je kan al die standaardcomponenten kan je ergens keurig in de bibliotheek stoppen en vervolgens kan je daar de tekening of wat dan ook kan je eraan toevoegen. Dus je kan dingen later samenstellen of zelf samenstellen. En dat heeft natuurlijk heel veel voordelen dat je de computer het werk kan laten doen. Waardoor het ook gewoon steeds makkelijker mogelijk is gemaakt om als het ware maatwerkproducten te maken. Die beginnen met stelletje standaard componenten. Je kan dus ook zelfs verder gaan en kijken of je dat in je bedrijf kan doen. Veel verderop is de Smart Welding Factory gestart. Waarbij ze lasparameters, maar ook het lasproces, het lassen en de robotisering in een aantal stappen in de computer hebben gezet. Dus eigenlijk het enige wat je moet doen is je zegt ik wil die en die twee componenten verbinden met elkaar.
En de computer stelt zelf samen een programma hoe die las er dan uit moet zien. Wat voor las het moet zijn, hoe die op de robot geplaatst moet worden. En vervolgens hoe het laspad eruit moet gaan zien om te zorgen dat het product er goed uitkomt. En dat er een gecertificeerd product uit kan. Het werkt dus niet alleen bij producten zo, maar het werkt ook bij je werkprocessen zo. Wat het vergt is natuurlijk dat je op een andere manier kijkt naar de dingen zoals je ze doet. We zijn gewend om iedere keer als we een nieuw project of een probleem zien, dan gaan we daar vanuit ons hoofd dingen bij bedenken. En dat ga je dan op die manier doen. Dan ga je dat verder uit-engineeren. Vandaar de naam engineering to order. Maar als je maar goed genoeg die standaard componenten en die standaard bewerkingsprocessen vastlegt met al die parameters die erbij horen, dan kan je dus uiteindelijk gewoon de computer het werk laten doen. En dat levert dramatische verschillen, voordelen op het gebied van tijd. Er zijn natuurlijk een paar randvoorwaarden waar je moet voldoen. En dat is, zoals ik al zei, het kijken naar de dingen. Dus probeer te kijken hoe de producten eruit zien, hoe de productfamilies eruit zien. Dus je kan naar losse componenten kijken, maar je kan ook kijken naar een blok staal of iets wat rond is, wat je dan vervolgens moet afdraaien. Dus je kan gewoon kijken op een andere manier dan ik wil een ronde as maken met een paar tapse einde eraan. Je kijkt naar de manier waarop je het samenstelt. Ik kom daar nog op terug. Zorg ervoor dat die producten die goed passen, dat je in ieder geval die componenten goed op maat hebt staan. Ik denk dat deze bullets aan zich voor zich spreken. Dat is lastig. Ik heb normaal hier een scherm voor mijn neus en ik kan deze niet lezen zonder leesbril. Dus vandaar dat ik steeds zo sta om te kijken. Maar ik denk dat we daar wel uitkomen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor wat je als bedrijf aanbiedt. Je kan zeggen, wij leveren maatwerk en vervolgens ga je zeggen, nou, dan moeten we dat iedere keer uitdetailleren. Als je dat gaat doen, dat betekent dat jij een offerteaanvraag krijgt, dat je dan moet gaan uitdetailleren, dat je vervolgens je uren erbij moet bedenken, het materiaal erbij moet bedenken en daarna pas met een fatsoenlijke prijs kan komen. Wat als je dat ook in je bedrijfsniveau gewoon voldoende hebt samengesteld, dan kan je bij wijze van spreken alles van tevoren erin zetten. En zeggen van, nou, we stellen dat product samen, laten we de computer doen. De computer zegt, nou, dat product wordt samengesteld door die en die producten, daar zijn die en die processen voor nodig. We hebben eens even in de planning gekeken en waarschijnlijk kan je dat product over 4 of over 6 of over 8 weken aanleveren, als er tenminste voldoende materiaal aanwezig is. Dan zou je dus bij wijze van spreken heel snel al met een offerte kunnen komen. En dat is geen toekomstmuziek. Ik denk dat heel veel bedrijven en heel veel mensen hier aanwezig al 24/7 kennen. En 24/7 is niks anders dan dat. Je levert 24/7 telersteel. Je levert de tekeningen aan een stepfile en vervolgens een paar minuten later krijg jij een offerte en een levertijd. Het bestaat al en je kan het dus los van plaatwerkniveau, kan je dat ook in je bedrijf opschalen naar moduleniveau en uiteindelijk zelfs helemaal naar bedrijfsniveau. Zijn hier eigenlijk vragen over? Zijn er al mensen die dat toepassen op de een of andere manier? En wat voor manier passen jullie dat toe? Volledig. Ja? Ja. Jullie passen dat hele traject gewoon toe vanaf de tekening tot aan het ook het samenstellen van de producten op die manier? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, perfect. En is het handig of is het onhandig? Ja. Ja, oké. Okay. Het is handig, wordt mij hier verteld. En de rest van de tekst, dat geloof je dan maar. Nee. Ik heb een paar voorbeelden. Je kan natuurlijk kijken naar gedraaide producten. Die kan je op verschillende manieren samenstellen. En dat betekent ook dat je kijkt naar het kleinste gemeenschappelijke product. En vervolgens ga je daaromheen je hele draaiprogramma maken. Om dat een voorbeeld te geven, doe je dat zo. Dus je kijkt wat er allemaal gedaan moet worden. En wat er hier staat, dat zijn eigenlijk alleen maar productparameters. Dus dat betekent dat al die borstdelen, tapeinden en dergelijke, die kan je in lengte, in diameter en op de locatie ten opzichte van elkaar kan je gewoon variëren. Dus je hebt gewoon, daarmee ben je in staat om iedere keer een ander product te leveren zonder dat je eigenlijk iets hoeft te veranderen aan de hele parametrisering. Je vult gewoon andere getallen in,
Die andere getallen gaan de draaibank in en daar komt een ander product uit. Nou, dat kan dus ook op deze manier. Dus zo stel je dat uiteindelijk gewoon samen uit een aantal parameters. En hier zie je dus die, misschien is wat klein, maar je ziet hier uiteindelijk al die getallen staan die je gewoon in moet vullen. En hier zie je dat de K en deze hier hetzelfde zijn. Dat geldt voor draaiwerk, dat geldt net zo goed voor kantwerk. Zo kan je gewoon kantwerk op die manier keurig... Oh, wacht even, ik was nog niet zo ver. Kan je op deze manier ook parametriseren. Dus hier heb je de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 en de 7. En hier zet je dan vervolgens in die setting een lengte en een hoek. Ja, in feite zou je die allemaal A'tjes, B'tjes en C'tjes kunnen noemen. Waar uiteindelijk weer een ander product uit naar voren komt. Nou, een ander goed voorbeeld is denk ik een hekwerk. Een hekwerk bestaat uit twee lengtedelen en een aantal spijlen. Nou, of je nou een hekwerk 10 of 20 of 25 meter maakt, of je maakt een 5 meter, aan zich maakt dat niet zoveel uit. Dat betekent wel dat je gewoon een ander aantal producten moet maken. Maar dat je best wel snel zou kunnen produceren op basis van wat gegevens. En zo kan je dus met een formule in de werkvoorbereiding, wat uiteindelijk gewoon een stukje automatische werkvoorbereiding wordt, kan je dat allemaal keurig samenstellen. Heb je dat gedaan, dan kan je ook die werkvoorbereiding, ik verklapte het al een beetje, ook gaan automatiseren. Moment dat je weet wat je gaat maken, moment dat je weet welke componenten je daarvoor gaat gebruiken en hoe je gaat samenstellen, kan je daar ook gewoon een stukje automatisme uit halen door te zeggen van nou, ik heb dus die en die producten nodig, die in die tijd moeten ze geleverd worden en ze moeten aan die en die specificaties worden voldoen. En dat betekent dat het werk van de werkvoorbereider uiteindelijk erop neerkomt om echt die dingen die heel speciaal zijn, daar de tijd in te steken, daar waar die ook gewoon echt tijd voor heeft. Want ook een werkvoorbereiding, zijn tijd is schaars, als je ze al überhaupt kan vinden. En als je dingen kan automatiseren op dat gebied, dan voorkom je dat de werkvoorbereider saai werk aan het doen is. En je zet hem in op het stukje werk waar hij wel goed in is en waar hij in gekwalificeerd is. Even kijken. Nou, ik noemde net al Smart Welding Factory. En inmiddels zijn we zover met de techniek en de kennis. Dat, ja, bij wijze van spreken vanaf een iPad kan je dus een heel lastproces in elkaar draaien. Dat is een werkstuk, een standaard werkstuk wat mensen op school moeten maken. Dat is op die manier helemaal geconfigureerd. En dan kom je gewoon alle lasten tegen, alle lashoeken, alle lastpaden kom je daarin tegen. En ja, die staan gewoon ergens in de bibliotheek, die worden eruit gevist en die kun je dan op die manier opvoeren naar de robot en de manipulator, datgene wat het werkstuk behandelt. Nou, ik ben hier nog even bij die parameters van het hekwerk, waar nog een aantal dingen zijn die je kan toevoegen. Kosten en baten. Wat is het voordeel, wat is het nadeel? Het is net hoe je het bekijkt. Je moet er gewoon meer tijd in steken aan de voorkant. Je moet van tevoren goed kijken. Hoe zit nou dat product in elkaar? Uit welke standaard componenten bestaat dat? Hoe groot is de kleinste component wat ik moet samenstellen? Kan ik dat groter maken? Wat is daarvoor nodig? Dat is gewoon denkwerk. En dat betekent ook dat je ook enigszins beperkt. Dat je alleen maar daar dan je werk verder op kan vormgeven. Dat betekent dat je gewoon helemaal goed moet nadenken. Wat is je strategie als bedrijf? En dat is eigenlijk de rode draad van heel veel dingen die je wil gaan toepassen, veranderingen die je bedrijf wil gaan toepassen. Waarom doe je het en wat denk je ermee te gaan bereiken? Dus begin altijd gewoon te kijken van, nou, wat is mijn strategie als bedrijf? Wat wil ik bereiken? De volgende stap is, het voordeel is dat je daar gewoon heel veel voordeel bij haalt. Dus als je het één keer gedaan hebt, dan gaat het natuurlijk, ja, dan is de kwestie van invullen en knippen en plakken, zou ik aan zeggen. En dan kan je het toepassen. Niet alles kan dus. Dat gaf ik net aan. Als je echt super en alleen enkel stuks maatwerk levert, dan kan je gewoon alles opnieuw samenstellen.
En dan kan je dus alle aanvragen honoreren. Uiteraard leveren natuurlijk, als jij het kleinste component hebt gekozen waar je uit producten wil gaan samenstellen, dat geeft dan gelijk de beperking voor de rest van de producten die daarin zitten. Je kan geen Meccano-kraan maken met een Lego-blokje, om het maar eens even zo te zeggen. Het voordeel is wel is dat je duidelijk bent naar je klant, naar in je bedrijf. En dat stukje duidelijkheid kan wel eens ontzettend behulpzaam zijn in het stroomlijnen van je werkprocessen in je bedrijf. En ook een stukje duidelijkheid naar de markt te leveren. Alleen maar maatwerk voor naar verhouding veel geld, met naar verhouding misschien een langere levertijd dan dat je toepast als je een productconfigurator hebt. Ja, dat kan natuurlijk gewoon zijn voordelen hebben natuurlijk door daar gewoon goed over na te denken. Maar je moet hem gewoon wel afwegen. Waar ben ik goed in? Wat is mijn sterke punt als bedrijf? Ik geloof dat ik hiervoor sta inmiddels. Ik noemde net al een beetje investering om alles goed op te zetten. Ja, daar heb je natuurlijk wel even tijd voor nodig. Daar moet je goed over nadenken. Moet je ook je mensen goed bij betrekken. Dat laatste voordeel dat heb ik natuurlijk eigenlijk al genoemd. Op het moment dat je het hebt, de dingen die je hebt samengesteld en de kleinste component, die kunnen dan als het ware automatisch door je bedrijf heen worden getrokken. En dan verdien je het weer snel terug. De conclusies, althans dat staat hier op mijn papier, verder kan ik het niet lezen. In principe, ik gaf het net aan, ieder product kan samengesteld worden uit een aantal hele losse componenten. Het is een kwestie van er goed naar kijken. Deze had ik ook al genoemd. Dus begin te kijken naar welke producten maak ik meestal, welke producten maak ik soms, waar verdien ik het meeste aan, waar wil ik goed in zijn. En ga op basis daarvan het kleinste product definiëren. Als je dat weet, dan weet je ook wat je wil gaan automatiseren. Als je dat weet, weet je ook hoe je die samenstelling en dergelijke moet gaan doen en hoe je productieproces eruit gaat zien. Dan pas heeft het ook zin om met een softwareleverancier aan de slag te gaan en te zeggen van, ik wil dat en dat doen, ik wil hiermee aan de slag. Kan je mij hiervoor software produceren? Die zal altijd ja zeggen. Natuurlijk tegen een prijs. Vervolgens komt zo'n softwareleverancier met allerlei fantastische voorbeelden wat er allemaal nog meer kan. Dat vind ik altijd een beetje een gevaarlijk pad. Zorg ervoor dat je bij je plan blijft. Als jij een DAF wil hebben of een Toyota of een Mercedes, dan wil je datgene hebben wat dat ding doet. En dan zit je niet te wachten op een Rolls-Royce. Zeker niet op de prijs van de Rolls-Royce. Die ga je op de zodanig niet gebruiken. En dat is wel heel erg zonde van de tijd. Dus hou je ook gewoon aan je plan met de softwareleverancier. Niet voor niks heb je er gewoon tijd in geïnvesteerd om die engineering en die strategievorming te doen. Zoals gezegd, je kan heel snel je investering terugverdienen als je het goed aan elkaar weet te koppelen. En ook dat goed koppelen. En ik denk dat hij me daar wel gelijk in geeft. Dat is volgens mij nog wel de grote uitdaging om dat op een goede, efficiënte manier voor elkaar te brengen. Het voordeel is wel, er zit altijd weer iets aan ook een extra voordeel in, behalve dat je sneller producten kan maken, kan samenstellen en de voordelen daaruit kan halen, is dat het uiteindelijk ook weer data teruglevert. Hoe loopt je productieproces? Want als je data levert na je productieproces, krijg je ook data terug. Dus daarmee kan je kijken, waar kan ik nog eventueel in doorlooptijden en dergelijke nog besparen en dus uiteindelijk nog efficiënter en nog goedkoper gaan produceren. En zorg ervoor dat die prijs aan het eindverhaal hetzelfde blijft en dat goedkoper produceren, meer winst, voor u hetzelfde blijft. Het is, kortom, voor ieder bedrijf, en dat is een vrij stevige stelling, interessant om er goed naar te kijken wat het voor het bedrijf kan betekenen. Er zijn echt hele grote voorbeelden van stevige voordelen. Dit zijn de conclusies. Een beetje het einde van mijn verhaal op productconfigurator. Ik zal nog iets vertellen over wat wij nog meer aanbieden als StackNow. Maar misschien is het nu even een vraag van de een dan wel de ander. Heren, dames, scholieren? Nee, alleen maar heren, scholieren. Jullie nog een vraag? Nee? Morgen over horing, hè? Oké. Dan gaan we even, wat doen we nog meer?
Zoals ik al zei in het begin van het betoog, we zijn een technische afdeling van de brancheorganisatie Metaalunie. We geven boeken uit. Daar kan je bij ons terecht, boekjes, lokale gewoon boekjes waar je gewoon in stappenplan kan kijken van nou, levert dat wat voor bedrijf op of niet. Waar wij vooral voor zijn is praktische toepassing van technologie. We zitten niet echt te wachten op geweldige droomverhalen die je mogelijkerwijs wel of niet in je bedrijf kan realiseren. Waar wij informatie op bieden, dat is informatie van hey, ik heb er iets van gehoord, ik wil het gaan toepassen in mijn bedrijf. Wat is daarvoor nodig om het te gaan toepassen in mijn bedrijf? Daar mikken wij op. Daarvoor houden we ook bijeenkomsten en ook masterclasses met kleine clusters van bedrijven. Informatie kunt u zien op de website natuurlijk. En oh, hij is al. Verder hebben we dan nog een rijtje webinars die wij geven. Daar kunt u een aantal zaken. Nou, in 3 kwartier, iedere woensdagmorgen om 10 uur kunt u inloggen. U moet zich wel even aanmelden van tevoren, anders krijgt u natuurlijk geen link. En daar kunnen we, nou, na 3 kwartier weet je zo'n beetje alles wat er te weten valt op dat gebied. Naast dat kan je ook bij ons op de website ook terecht voor techlogs, zoals dat heet. Dat zijn korte videopresentaties over praktische toepassing van materialen en ook de verwerking van metalen. Nou, dit is dan nu echt het einde van mijn betoog. Ik weet niet of hier nog vragen over zijn. En anders dank ik u heel erg voor uw aandacht. Dank u wel.